Nou, staat babytje de bie. Lekker kussen. Oh! Oh! Mooi, Hildo, hè? Nee, de visje kende net uit, Scott. Nee, net voor zo, maar wat is. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is gloeien, gloeiende gloeien waar, jongens. Echt een nice simmer. Daar ben je weer naar squallen en de zinnen komt erop. Dus ik ben van de morgen betierd om mijn oren zacht al begonnen met wat boetnamskildering. Je bent ook de drop met de waan weer. Nou, en toen kwam het zin al, de zin al om mijn hoeken. Dus ik ga in door Woldien. Daarboven heb ik alles in de groenverven zetten. Nou, ik had wel vast altijd, maar ja, zoals ik zei, de zinnen kwamen om mijn hoeken. En ik hoor dus helaas net meer verder. Maar gisterjonne ga ik ook al wat verven en dat liet ik je maar even zien en dat is varhoes. Gisterjonne hier geen mooi skaat, dus ga ik die bovenste rutsjes eruit gewoon. Die ga ik al op die tafel gewoon te verven. Nou, je kunt al zien, zit al één keer in de afverven. En ja, ik hield dit wel mooi skaat. Dus sjoch, deze zit al echt, die ga ik al in de groenverven gewoon. Die zit al één keer echt in de laag en die maakt nog een keer. Maar dit is dus een beetje het idee qua kleur. Deze heb ik wel skuurd, maar nog in de groen verven. Nou, je hebt nog niks van die, want dit is nou, nog net heel oud en ziet er nog heel goed uit. Dus dat bewaar ik voor het laatst. Want ja, het is best wel een hele klus aan heel goed schilderen en verven. Dus ik doe echt de eerste keer zien die min binnen, die doe ik eerst. Nou, je mankeert nog niks van, het is alleen nog net de goede kleur. Dus dat doe ik als laatste. Maar ja, ik haal een hele slag die in en ik vind het echt super relaxed werk. Ik merk dat ik er helemaal zen van word. Ik wil er helemaal in op. Mooi muziekje aan en ja, wie doet je wat. Dus ja, dit lijkt me wat het schilderen. Van de morgen ga ik hier dus dwaande west. Ik denk dat ik Joen had de zinnen wat ondergeert misschien nog even terug ging. Of in ieder geval alles vast aantapen. Ik mag nog wat ding tapen. En dat wie wel geinig, want ik wil hier dus mooi aan het verven. En Ildo had hier mooi blaten. Maar misschien ze hier een hele tent maken. Zie je dit hier hoe heen en zo. Ziet ze ook mooi in het schaap, want het was weer super wat te heet voor het vanken. Zie, hier is een mooi tentje en de barbies hierin. Nou, en ik mocht het net oproemen, want ze moet er vanmiddag weer mijn bordje. Nou, ik hier eigenlijk zelf in de hollen om aans nog even naar het parken heen. Want nou, we zijn natuurlijk trein heel week op vakantie geweest. En ik ga wel even bij Beppetje geweest, maar nog net bij parken heen. Dus eigenlijk hier in de hollen om de ekrekt even aan. Misschien dat de jongens een visje willen of daar even zwemmen in de Vlomsterveert. Maar zo ze wat. Even om het hoekje in bij parken heen. Even zien hoe het mijn leven over parken gaat. Dus dat leidt eigenlijk in mijn planning. Ach, en misschien kunnen ze daarna nog even, want wie is er Jon ook nog wel warm. Dus misschien dat ze daarna nog wel even in het badje oude horen kennen. Dat vonden ze wel heel mooi. Ik zal nog even wat vlagjes uploaden. Even een stafzorger hier erdoor. En dan Helle Kielder eraan. Als ze naar een zaak komt ze dus. En dan denk ik dat we even naar parken heen gaan. Even weg. Dus via net te abonneren en te liken. Ik ben nu bij mij. Nou, de plan binnen iets wat wieziger. De jongens zijn het is toch fiesta heat om te visken. Nou, dat is echt wel een beetje saai. En ze hier een zin om mijn wetter te griemen. Ik zei, het is jim feestje. Dus ik leeuw dat ze mijn amers mijn wetter op het trampoline zoen. Nou, ik zeg even zien hoe dat gaat. Waar je de grootste held is. Ah! Oeh, schrik mijn hoedje. Je kunt wel op het trampoline gooien heen. Dan lekker springen. Dan spettert het lekker omheen. Hatsee! Oh! Maak nog een peer op, Helje? Zit ik nog? Oh, zak! Je smiet het door zijn eigen hollen heen. Nou, pak dames maar, dan vul ik ze nog een keer. Buiks? Nou, wie doet je schip erop? Haal het aan in negen, jongens. Dat mag maar naar. Moet ik een buikglijden? Ja, ik snap het idee. Ik snap het. Even schullen. Nou ja, er is niet lekker om mij dit gloeien hier te warme wetten te griemen. Dus ik snap dit heel best. Zeker zijn we even zien, oké, wat doen we hun plans een keer? Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Ik weet dat zaken er net zo van hangen, maar maar ken het wel. Grapje. Ja, ik ga weer hier. Huppatee. Zal ik hem erheen en smieten? Zeker. Oh, ik denk ik gooi hem even OEM heen en smieten. Maar mij dat denk ik. Ja? Kent het even? Ik kan voor hem zitten. Oké. Okay. Zal ik niet verder? Nee! Kom maar naar nee! Kom maar nee! Nee, ik heb die. Kom maar even naar. Smiet ik voor de jongens heen. Zal ik erop? Ben je klaar voor? Komt ie! Dat is warmer! Nog hier? Ja, dat is warmer! Oké, komt erop! Nou, valt me weer neer dan. Ja, ik heb een beetje warm werd hier. Dat was al even. Volgende! Nee, nee, nee.
ik eerst met hem helpen? Ja. Kom maar, hoe ben je hier? Hey, ik kom hier. Ik. Daar zie je hem. Smit me weer eens in hollen. Even douchen. Lekker. Oeh. Zo. Nou ja, ze hoe je net maar in de douche, jongens. Zeg nog een keer hoe je hem heen gooien. Haja! Ik heb wel kapster weer, Ilo. Even hier was je. Ja, dat kan wel, ja. Oh, ik zeg een beetje een ruimwagen. Ja, dat is zo. Een tentje, ja. Is dit een zwembad? Ja. Oh, wat leuk. En hoe heette die Barbie's alweer? Waar is dit? Tante Iels. Nou, deze had geen baby meer in de buik, hè? Nee. En waar is dit? Ildo? Nog een stuk in, toch? Ja. En Lois? Wat leuk, man. En dan hier stik nog oren, denk je. Wat ben dit? Een wetterballonsjes, hè? Zullen stikken. Oh jee. Jammer. Waarom hebben we die aan op, hè? Ik kan ze instepen. Je kan ze even... Nou, ja, kan ik. In sliepen of in zwemmen. En doe ik eens te lekker chill in die tent. Ja. Heerlijk. Lekker koersen. Oh, lekker, man. Mooi hoeskast, toch zo. Weet je, er was een tekkertje. Oh, dat is lekker koersen in die hoeske, hè? Ja. Oh, wat heerlijk. Een handdoektekkentje. Zo. Nou, zo, babytje de bie. Lekker koersen. Wil je lekker wat drinken, jongens? Oh, nee. Ierskot. Oh. Oh, dwars u dat dan wel? Ja, oh, gaie. Oh. Ik zet hier nog een drink van hem daar, jongens. Zist u om met mijn eten te snoepen? Lekker wandeltje, hè? Ja. Lekker, hè? My way. Dat is goed snoep. Goed idee. Lekker. Pak ik ook vast heen. Nou, jongens, en komt er samen een cadeautje van mezelf binnen. Het is echt nog echt inpakt als een cadeautje. Ik weet wel wat erin zit, maar dit is wel heel leuk, zeg. Super te leuk om u te pakken. Zeg je me eens even chillen wat er in zit? Krijg ik hier? Daar wie ze wij. Gaan we jongen nog wel? Ja? Oké. Okay. Ja, met het cadeautje. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wat mooi. Als hier ik hem zelf uitzocht, hé. Oh, zo mooi. Zo'n mooi theebad. Dat is een koffie, een thermoskannen. Dat is heel mooi. Wat zit hier op? Een schoteltje. Theepad. Koffiepad. Een thermoskannen heet dat. Thermoskannen. Nee, kannen. Thermoskannen. Geen koffie in, hè. Dan bloot het lekker warm. Maak je maar eens even zien. Nou, is die vet of is die vet? Vet. Tocht ik. Voor mijn mek. En ook met mijn jeertje hier met na je koffiepad en na je theepad krijgen. Die mag nog binnenkomen. Maar hij past is ze heel mooi bij. Oh. Al die mooie kleurtjes. Mooi toch? Ja. Ondertussen heeft Ilde nog mooie watteltjes. Nom. En ik zal de jongens even melden dat ze hun omklaaien mat. Ik denk net dat ze er heel blij van worden, maar het is tiert. Helemaal naar hoes en het zaken met ze aan de voetbal. Ik neem deze voor mij. Oké, okay, wat eten we jongen dan? Hebben we dat nou al hier op eten? Wetter. Wie eten jongen wetter? Ja, drinken. Wil je een watteltje, vraagt Ilde. Neem maar mijn hoeskat. Of gaan we niks meer, hè? Ik zou er maar in op en dan zes de oren op het oorjocht, oké? Zit er als vol, hè? Nee. Ik heb het oeh, dat is wel koud wetter. Ja, dat je hebt nog steeds kouder wetter dan. Zaken. Toch zaken, inderdaad. Wie komt mee, mij? Doe iets nog lekker, Sjoeg. Ik denk dat het in de gaten had, hè? Ga je zien, man? Ah, oeh! Sorry. Nou ben jij nog weer. Sorry. Dat deze kat. Lekker fris. Hey, kom hier. Smiest het maar op een trampoline. Oh! Oh! Hey jongens, ik heb wat een trieste mededeling.
Je kan er één keer gooien en dan mama je hem omklaaien. Zaken had voetbal en hidden we het ze ophellen. Ze reageren gewoon net. Het is al haast 11:04, schat. Ja. Dus je kan er één keer gooien en dan droeg ik mensen alleen handdoekjes van je pakken. Dan klaar we op. Dan was toen die trainingskleren aan en hidden ik in de hoes. Yes? Nou, ik ben zelf ook nog kletsteren weer, jongens. Het is dat het zo heet is, maar... Dat is dik, hè. Maar ga ik nog wat overwonnen. Lekker trainen, jongen. Doei, doei. Doei. Nou, zaken gaan te trainen en wij gaan wie heen? Naar Parkenhein. Wie gaat op een fiets naar Parkenhein? Zo zien hoe het in de verlom is? Ja. Ja. Toch nog krijgt hij bij de oud marsje. En ik ga me net meer omklaaien, want ik denk dat pa het wel droeg op het fietsje. En in de zinnen. Dus, hoi jullie. Zullen we eens even naar de Volonta? Ik wil naar Parkenhein. Naar Parkenhein geven, hè? Parkenhein zal leer? Hé? Hinde. Hallo. Nou, net aaien. Nee, die geven we nou net aaien. Oren keer komen we met aaien. Ja. De Volon. Nou jongens, en wat is het heerlijk op het fietsje. Lekker windje hebben, hè? Ja. Lekker, hè? Super lekker even. Even een hokvolje. Hier is boeten. Vaak is al lekker boeten, hé. Maar goeie dag. Ja. We zijn weer sinds even zien hoe het in de verlom is. Ja. Zo lang het west. Verkoos je gewoon. Zo, hoi Paken. Hoi Paken. Paken, het heeft ook een cowboy hoed op, hé. Ja. Lik je helemaal tweeling. Zo. Ja. Die moest mij. Zelfde. Paken, maar de hoed op. Ja, dat was een verbaande boon op een holle, denk ik. 30 graden. Nou, dat viel er wel eens wel pakken. Potsie, dikje, wat is het heet, hè? We hier krijgen lekker met wetter gringend, hè? We het aan met wetterzaken heen smieten. Tjoh, zijn, waar ben dat? Dit is. Mem. Ja. Pakken Hein en Beppe Chits. Dat is leuk. Wat is dat? Dit ben Mem, al Mem haar neven, mijn Pakken Hein. Ja. Gerard en Lammert en Jelko en Hein. De meeste in, hè? Oh ja, Lammert weer er net. Ja, hey. Weer. Met mijn neefjes. Ik ben alleen al heel grut, die neefjes. Ben je een litse neefjes meer, hè? Ik ben als grutter als Parker Hein. Ik heb hier ook net vol neefjes. Ik ga nog even naam. Neefjes die prikneven? Nee, haast net, hè? Valt daar. Oh jongen, dan krijg je van die grutte bulken. Ja, nee, wie had er ook net heel wat les op? Verkom als je één keer een nacht. Maar gelukkig net heel vol, nee. Vroeger hadden we al die neven. Ja, mijn vader hier ook volle meer. En Beb, hier in Werven, dat kan me zeggen. Dat kan mooi bij mij. Ja, dat is buurlijk zo. Jelke, die werd er eigenlijk nooit stutsen af. Die had er geen les van. En ik haal hier grote bulten. Ik ook, man. Zaken, Gerry had er ook gauw les van. Ja, maar toen zijn we Sjen. Tje, al met Sjen en tante Ilse hun boten. Tje. Kun je je voet en dan kun je voet varen. Hoe ideaal is dat? Tuin maak ik hier eerst van die lampjes vast. Oh ja, dat maakt namelijk net natuurlijk. Ja, dan kan het ook wel even om het bier stil maken. Jawel. Dat zien we echt niet. Het pakken foto en steuntjes maken. Ik ga de steuntjes maken. Oh, wat is dit mooi. En een broek smaakt volle gauw even, hè? Ja. Wat had pakken dat voor moois? Die hier ik dan nooit zien, hè? Doe we? Ja. Kom eens. Dat is een goudvisje, heet die, hè? Hallo. Wat een schatje, hè? Hij is heel groot. Hij had een mooie skelp. Dat zien hoeske? Ja. Zou dat zien hoeske weer? Hoe heet deze visk? Jopie? Jopie de visk? Hallo. Nee, dat is Ildouwvis. Oh, heet die visk Ildouw? Oh, wat een mooie naam. Mooi Ildouw, hè? Waken maakt niet, hè? Nee, die visje kende net uit, Scott. Visjes met in wetten bleef. Ze won beter. Dat ken, hè? Horen we er al even uit. Ja, daar kies hoe het algemeen net zijn best door, hè? Nee, dat komt wel mee. Of wie eruit sprong, Paken? Nee. Oh! Het Paken is een noorvisje die weer eruit sprong. In de nacht, hè? Dan ben je er net bij. Nee, dat. Dan naar ja, maar dan valt het wel op tijd. Paken is een oorvisje, maar die wie midden in de nacht die uit de kom sprong. En daarom had Paken, denk ik, nog een netje erdoorheen. Ja. Tja, dan kunnen er net meer uitkomen. Want visjes maar wel in het wetter. Ja. Ze kennen het boeten het wetter, kiezen net, hè? Nee. Nee. Nee, hier net versopen, maar je wil weer. Net versopen, maar wat weer. Wat gaan we hier? Oh. Oh, maar stoer ze. Lekker. Krijgen we zomaar eerst van Paak? Wat hebben we? Vanille, hierbij en chocolade eerst. Ja. Het is hier ook altijd een feestje bij Paken Hein, hè? Beppe Klaasje had het net van vreemd, hè? Nee. Nee. Nou, tjoch. Haast hem weg.
Zit hem onder? Ja. Daar weer we. Uw schoentje. Die kant op, hè? Moet er die kant op, hè? Ja. Doei, doei. Nou, dat gaat er weer. Hoe dat er maar zijn kont er, hoor. Dit is zo in de prullenbak. Dan geven we weer naar huis. Waar is de prullenbak? Nee, dat is een oren. Was het maar de voet. Beppe had die en was het op drukken, hè? Werkte ik al hier weer op. Happatee. Zo. Krijg paard ik een hele dikke kroep. Ja, wees. Maar zei ze tot over een keer. Oh. Doopopie. Ze doopaken, want over een keer. Aasje. Ja. Mooi plakje. Ja. Ik heb deze. Ze heeft de skontjes in de, in de fietsmand hangen? Of was die onder haar? Onder haar. Rijk, nou ja. Zit er nog net in? Nee, het past net verder paak. Ze had wat dikke poortjes. Ja. Ze laken het er zo lekker. Nee, heb je dat aan in de fietsmand, hè? Ik val hier maar net weer door. Nee, dat rent mooi. Nou, de diva. Hè? De grote diva. Zullen we nog eens even paken van hoesje? Ja, het wordt echt netjes. Paken kan ik net niks doen, hè? Altijd warm op het mandje. Kom maar, Lily. Als je paken weer droog komt, schilder in West. We hadden hetzelfde klusje wat bedankt. Zit die latte die ik weet maak ik nog. Ja. Er zit een plak gewoon op, maar er nog wel om. Zo, ik kan ze in die baan zinnen, jongen. Dat is niet nou, zeg je het meer ik. Dus ik ga van de morgen inderdaad, toen het nog wat skaat, wie ga ik die in? En voor de rest, ik denk dan maak ik maar... Zit je boeien in? Ja, ja. Even maar in een rondje. Netjes, hè. En dan ben je er van al, hè? Ja. Ja, volop buiten paken. Mooi. Ja. Oh, sje. En ik ken de daar mooi aan vast. Net los, hè? Sje, mooi stevig. Die ging net los. Super. Ja, en je kunt de koerel komen. Kun je bij Dokkum komen, kun je bij Klein Zwitserland komen. Ja. Perfect. Ja, mooi plakje zo. Zij staan doodpaken. Doodpaken, want hoor een keer. Zo. We binnen weer thuis. Jelke helpt zaken van trainer. Ik sleem met eten dwaande. En dan Joke het wel even joh. Dat hele leuke, enerverende dij. Maar het is wel heel heet. Heel heet, hè? Doe hier heel prettig watteltjes gewoon. Zoen we nog wel genoeg, hè? Zoen we nog wel genoeg, hè, van jullie zien? Ja. Wij zo'n zessen. Vond je het nou een leuke? Abonneer je. Zet een blauw toemkom omheen. Een reeds koekje omheen. En vind je het net het chillen te downloaden van een tablet? Het is wel. Om te naaien? Zit toch. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hey, hoi.